Hallo lieve mensen, of je nou cliënt bent, of je nou verwant bent van de cliënt, of dat je nou vrijwilliger bent of personeel, het maakt niet uit. Ik wens iedereen een heel gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je het gezellig hebt gehad afgelopen kerstmis, dat het ondanks de beperkingen toch gezellig werd onder de kerstboom. Dat je misschien ook ergens met je gezinnetje, met je familie je terug hebt kunnen trekken. En even rust heb gehad. Ik weet dat dat voor het personeel niet geldt, want die moeten altijd maar weer doorwerken in dit soort dagen. Maar ja, dat is zo. Ja, het nieuwe jaar, wat gaat het brengen? Ik hoop een heel stuk minder corona. Dus dat inderdaad die vaccinaties loskomen. We weten nog niet precies hoe dat gaat lopen. Want dat betekent toch voor iedereen straks hopelijk weer wat meer vrijheid. En dat we weer gezelliger met elkaar op kunnen trekken. Want ik besef me hoe zwaar het is. Het gaat maar door. Het is nu al 9 maanden bezig. De dagbesteding is ook al 9 maanden bijna op slot. Dus ik besef wat het allemaal van jullie kost. Toch moeten we nog even volhouden. En daar wens ik jullie allemaal heel veel sterkte bij. En we zullen goed opletten wat we allemaal kunnen doen en hoe we het allemaal kunnen regelen. Maar een heel goed jaar toch. En dankjewel. Dag. Oh, ik moest nog proosten. Proost op het nieuwe jaar. Dit is water. Ik hoop straks champagne. Dag.